Ik heb twee mensen bij me staan, Reuter Scheggert, man of the match, en Dennis van Meegdenburg, topscorer van de topklasse. Dennis, hoe heb je dat weer voor elkaar gekregen? Nou, deze was niet zo moeilijk. Goede voorzet van Sherwin en knik hem tweede paal binnen, dus ja. Dus dat was wel aardig. Jij dacht, laat ik maar wachten tot een thuiswedstrijd voordat ik weer een keer ga scoren. Dan had je 265, want je had er geloof ik 4 wedstrijden droog gestaan. Ja, zoiets. Maar daar ben ik niet echt mee bezig. Maar goed, we zijn bezig met iets anders. En dat is nog steeds het belangrijkste. En het is nog gewoon een leuke bijkomstigheid. Ja, absoluut. Roy, jij was af vorige week na de nederlaag tegen Kozakkenboys heel kritisch op jezelf.
ook op je team. En daar heb je vanmiddag volgens mij meer dan goed gemaakt. Ja, gingen we vandaag wel zeker beter. De eerste 10 minuten gingen we weer wat minder. We waren echt aan het zoeken om weer ons spel terug te krijgen. En naarmate de wedstrijden vorderden, vond ik dat we gewoon weer ons oude niveau pakten. Ja, en gewoon al bij rust denk ik 4-5 nog voor kunnen staan. Ja, dat was absoluut. Dat is misschien het enige verwijt wat jullie zou kunnen maken. Ik hoorde net van jullie de trainer ook al, die zei van nou, het had inderdaad bij rust al zeker 3-4-0 moeten staan gezien de uitgespeelde kansen. Ja, zeker. Ik zelf ook twee keer voor de keeper alleen verschenen. Ja, net eentje wat pech, de andere had gewoon ingemoeten. Maar ja, gelukkig waren de anderen die ze er wel maakten en scoorde ik op het laatst ook nog eentje mee. Dus, Ik heb het idee dat jullie ook vanmiddag goede zaken gedaan hebben, want ik neem aan dat jullie ook de andere uitslagen ondertussen in ogenschouw hebben genomen, Dennis. Ja, die hebben we bekeken net, ja. Dus allemaal goede uitslagen voor ons en volgens mij staan we nu alleen aan de kop. Dus het begint erop te lijken. Dus, ja, dat moet dus nog 3 wedstrijden zo blijven, begrijp ik, hè? Ja, 3 wedstrijden, 7 punten geloof ik. Dan hebben we het gouden randje te pakken, ja. Ja, en zeker voor jou, dat is voor jou natuurlijk helemaal, als je carrière afsluit met een kampioenschap. Ja, natuurlijk is dat leuk, maar goed, het is niet alleen voor mij en het is ook voor de jongens. Wie kan zeggen dat die kampioen in de topklasse, dat is toch een hele prestatie denk ik voor de hele ploeg en voor de hele club denk ik. En kijk, voor mij is het een leuke afscheid, maar goed, die zal er sowieso wel komen. Maar goed, het zou, dat gouden randje wat er over geschreven is, zou het extra maken, ja. Precies. Nou, er zijn nog 3 wedstrijden te gaan. Hoe schatten jullie de kans in? Ik begin eerst even bij Roy nu. Ik denk dat we dit niet meer weg gaan geven. Ik denk nu moet het gewoon 3 punten los. Je mag nog een keer verliezen, dan sta je nog gelijk. Maar als wij volgende week gewoon winnen bij IJsselmeer, dan denk ik dat het gespeeld is. Want die andere ploegen moeten nu winnen. En ja, ik denk gewoon dat de kans reëel is dat wij het gewoon worden. Maar ja, we moeten wel gewoon allemaal scherp blijven. En dit mogen we gewoon niet meer weggeven. Zelfde mening toegedaan, denk Dennis, of niet? Op de kleine misverstandjes die we vandaag hadden, die eruit halen, dan komen we een heel eindje. We gaan het gewoon afwachten, mannen. Ik wens jullie in ieder geval een heel prettig weekend. Man of the match, oudste scorer van de topklasse, final overwinning, koploper. Wat moet je nog meer? Ja, niks. Lekker weekend zo, denk ik. Hetzelfde, lekker weekend en nu een bakertje drinken. Nou, proost er alvast op, dank. Ja,